Deze klein schilderijtje van 3 op 3, dus zijn 9 beweegbare deeltjes, zit 181.440 schilderijen in. Dus dat wil zeggen dat je dat zeker tot bijna over de 50, 53 jaar aan een stuk elke dag een ander schilderij. Het moet toch iets intrigerends aan een beeld toebrengen. Ik wil niet ook niet zomaar beelden beginnen te maken die daar al zijn. Of van bestaande beelden of foto's afdrukken gaan maken. Werken met een pantograaf zal ik dus niet doen. En ook niet werken met een enascoop of een toverlantaarn. Waar dat toch de meesten mee bezig zijn. Het gaat hier puur over volg mijn penseel. Dat is eigenlijk...